Ciao tutti, hallo iedereen en welkom bij een nieuwe Farming Simulator video. Vandaag gaan we voor het eerst het koolzaad oogsten. Ik ben heel erg benieuwd, want de opbrengstbonus is 98%. Dus dat is super hoog, dus we gaan waarschijnlijk heel veel koolzaadzaadjes krijgen. Maar we gaan eerst onze tarwe brengen bij de kippenren, want de kippetjes staan met smart te wachten op hun nieuwe eten. Dus dat gaan we als eerst doen. Ik wens je heel veel plezier met de video. Nou, we zijn eenmaal aangekomen bij onze kippetjes. Dus we rijden de aanhanger even naar achter, zodat we zo meteen makkelijk de voederbak kunnen vullen. Maar laten we eerst even kijken hoeveel kippen we nou eigenlijk hebben. We begonnen namelijk met 10 kippen en 1 haan. En ja, die haan heb ik gewoon heel veel succes gewenst met 10 meiden. Want volgens mij is het niet altijd een pretje. Oh, en rechtsonder zien we het al. We hebben 31 kippetjes, zo te zien. Dus dat betekent dat we al 20 kippen erbij hebben. Wauw, wauw, wauw. En als we dan even naar het menu gaan, dan zien we dus inderdaad dat we hier kippen hebben van 0 maanden. En we hebben kippen van 2 maanden. En we hebben ook onze OG's, onze original chickens. Die zijn 9 maanden oud. Dus die zijn vooral bezig met voorplanten. Zo te zien hebben we meer dan de helft nog van de voederbak vol met tarwe. Of graan in ieder geval. En ja, die gaan we gewoon lekker vullen. Dat betekent ook dat ze echt lang met het voer gaan doen. Er komen natuurlijk wel meer kippetjes bij. Dus uiteindelijk zal het voer wel sneller gaan. En in dit venster kan je ook zien dat we dus 31 kippetjes hebben en er dus 100 in passen. Dus er kunnen nog heel veel kippen bij. Maar dat betekent ook dat we nu dus op 1/3 zitten. Dus uiteindelijk gaat het voer dus echt wel een stuk sneller. Maar voor nu kunnen we heel ver vooruit gaan, want we gaan de bak gewoon helemaal tot de nok vullen. En dan moeten we nog even gaan bedenken wat we ook gaan doen met de tarwe wat we overhouden. Dus laten we eerst kijken hoeveel tarwe we werkelijk overhouden. Dus dan gaan we het nu even bijvullen en hop, daar gaat het. En oh, nou dat ging wel heel snel hoor. Kijk, het is nu helemaal vol. Wauw, wauw, wauw. We hebben nog 14.703 liter. Oh my goodness. Ja, wat we dus gaan doen is we kunnen dit misschien wel in een productie gooien. Is dat misschien wat? Dan moeten we even kijken. Volgens mij kon het ook in de molen namelijk. Want met tarwe kan je meel maken. Dus als we even scrollen naar boven. Oh, daar is het. Kijk, tarwemeel. En als we dus kijken, dan zie je dat dus 5 tarwe, daar maak je 4 liter meel van. Super nice, super nice. En als we deze productie activeren, dan betalen we 24 euro per maand. En per maand maakt deze productie, dus deze productie heeft een cyclus van 2400 liter per maand. Dus ja, dat is in ieder geval bijna 2,5 pallet. Als 1 pallet natuurlijk 1000 liter is, dat weten we niet. Maar wat we wel kunnen kijken is ook even naar de prijzen van meel. Dus laten we even scrollen en even kijken waar de meel staat. Oh, daar staat hij. Nou, ik was hem alweer helemaal voorbij gescrolld, omdat er zoveel producten hier staan. Maar in ieder geval, hier kunnen we zien dat we op dit moment voor de beste prijs 852 euro bij de grocery store ervoor kunnen krijgen per 1000 liter. En als we kijken naar de maanden, hoe het zit met wanneer we het beste kunnen verdienen, dan zien we dus dat we in december en januari het beste gaan verdienen met meel verkopen. Want het maxbedrag is dus 1193 wat je ervoor kan krijgen. Superveel. We zitten echt nu echt aan de onderkant. Dus dit zou geen goede maand zijn om meel te verkopen. En dan kunnen we ook kijken wat we nu op dit moment zouden krijgen voor tarwe. En voor tarwe krijgen we dus maximaal op dit moment 510 euro bij de Allsweer Store. Ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt, maar ik doe mijn best. In ieder geval, dat is toch weer 300 euro minder hoe het nu is, hè?
Dus het lijkt me het beste om gewoon lekker de tarwe in de molen te gooien en dat we uiteindelijk dus het gaan activeren, dat er dus tarwemeel wordt gemaakt. Super nice. En ik weet dat er echt wel een x-aantal producties zijn waar je meel ook weer kan gebruiken. En dat is onder andere voor brood of pasta of pannenkoeken. Nee, ik zeg maar wat. In ieder geval, er is genoeg om te maken. En als we koeien hebben, hebben we ook nog melk. Dus dan kunnen we waarschijnlijk nog meer producten maken van meel. Maar dat gaan we dan wel even uitvogelen. We gaan gewoon eerst lekker deze bak vullen. En dan moeten we ook even voorzichtig zijn dat we niet worden geraakt door de molen. Dus het wordt even eromheen manoeuvreren. En ja, ik weet, ik kan de molen uitzetten en daarna de bak vullen. Maar we gaan gewoon eigenwijs gaan we dit gewoon doen zonder de molen uit te zetten. En het lukt ook, kijk maar. Zie je wel, kan het wel. Nou, dan gaan we het vullen en hop, daar gaat alles erin. Dan moeten we het alleen nog even gaan activeren. En dan, ja, dan is het alweer klaar. En dan moet ik niet vergeten de klep trouwens dicht te doen. Want als het gaat regenen, wat er ook zo te zien gaat gebeuren, dan wordt alles nat. En dat is niet de bedoeling, want in de vorige aflevering heb ik dan ook verteld dat graan droog bewaard moet worden. Droog en koel trouwens. Dan laten we eerst even deze pellets aan de kant zetten. En dan gaan we daarna het meel activeren. En ja, die zonnebloemolie die gaat lekker zeg. Die gaat echt goed, jongen. We moeten binnenkort maar eens gaan kijken of we het kunnen... Oh, nee! Oh, shit. Heb ik dit weer, hoor. Oh, my God. Nou, ik ben zo bij jullie terug, want dit gaat nog wel even duren om weer alles op elkaar te stapelen. I'll be right back. Nou, het staat weer netjes opgestapeld nu. Dus wat we nu kunnen doen is het meel activeren in deze molen. En dan gaan we naar het menu en hier staat het. En dan drukken we gewoon op activeren. Er zit super veel tarwe in nu. Je ziet het ook daar aan de rechterkant. Dus super nice, super nice. En dan gaan we zien wat er van komt. Onze aanhanger is nu eenmaal leeg, dus we kunnen hem nu bij het koolzaadveld neerzetten. Dat wanneer we hem nodig hebben, kunnen we hem gelijk pakken. Dan staat hij in ieder geval in de buurt. En dan kunnen we gaan beginnen met het oogsten van het koolzaad. Ik ben zo benieuwd hoeveel wij hier uit gaan halen. En als we het koolzaad hebben geoogst, dan gaan we deze ook nog eens in de molen doen. Want dan kunnen we weer koolzaadolie maken. Zo, de maaidorser is opgestart en dan kunnen we nu naar het koolzaad rijden. Het enige nadeel is dat we dus geen vrije ruimte hebben om te rijden op dit veld waar geen koolzaad is. Dus nu moeten we er helaas doorheen rijden. Maar gelukkig is onze maaidorser echt wel klein en heeft die hele smalle wieltjes waardoor het koolzaad dus niet wordt kapot gereden. Gelukkig. Maar ik denk dat we het dan maar gewoon even hier neer gaan zetten. En dan maaien we er gewoon straks omheen. Dat is de enige manier hoe we dit kunnen doen. Dus voor de volgende keer moeten we echt rekening houden dat we dus wat ruimte hier overhouden. Zodat we hier ook gewoon normaal kunnen rijden. Zonder dat we onze gewassen bijna kapot rijden. Zo, en je ziet die aanhanger bijna niet in het veld liggen. Maar goed, we gaan hem starten en let's go. Daar gaan we. Bij koolzaad kunnen we geen stro maken, tenminste niet in deze farming simulator. Dus de maaidorser zal de rest van het koolzaad over het land verspreiden. Je ziet dan ook dat hij geen zwat achterlaat, maar echt gewoon het eruit sproeit. We kunnen wel even gaan kijken hoe dat er echt uitziet wanneer we zijn uitgestapt. En hoppa, daar zijn we uitgestapt en laten we kijken. Zo! Ik heb allemaal koolzaad in mijn longen nu. Zo, dat was echt een slecht idee om daar achter te staan. Maar ja, ik moet er maar wat voor over hebben, hè, om alles aan jullie te laten zien. Dus geef deze video even een like als je mijn moeite waardeert en mijn stoflongen. En laten we weer verder gaan met het veld, want we hebben nog heel veel te doen. Heel veel te doen. Ik ben benieuwd hoe ver de maaidorser is gevuld wanneer we het hele rondje hebben afgemaakt. Maar daar gaan we maar op één manier achterkomen. Dus ik ga jullie in een korte timelapse zetten. En daarin ga ik jullie ook wat extra informatie vertellen over het oogsten van koolzaad. Heel veel plezier en here we go.
koolzaad kan geoogst worden vanaf juli. Het zaaien van koolzaad gebeurt eind augustus, zodat er 11 maanden later in juli geoogst kan worden. Wanneer het gewas na afrijping te lang op het veld blijft staan, kan tijdens het maaidorsen meer zaadverlies optreden, doordat het lange koolzaadgewas moeilijk kan worden opgepakt. De periode vanaf het zaaien tot het einde van de winter wordt gezien als de meest kwetsbare fase in de teelt. Adventief planten kunnen dan namelijk schade toebrengen aan de plant. Maar wat zijn eigenlijk adventief planten? Nou, een adventief plant, ook pothoofdplant genoemd, is een plantensoort die onopzettelijk door de mens wordt aangevoerd uit een ander gebied. Ze kunnen onder andere als zaad meegelift zijn met transport van goederen of dieren. Vaak komen ze voor bij havens, opslagplaatsen en langs spoorwegen. Maar ze verdwijnen meestal weer na 1 of enkele jaren, omdat ze zich op eigen kracht zonder hulp van de mens niet kunnen handhaven en geen vaste plaats van vegetatie hebben. Maar goed, vanaf februari zal het gewas uit zijn winterslaap komen en maakt het gewas een snelle groei. Rond mei zal dan ook de bloeiperiode zijn. Even een kleine onderbreking. We hebben bijna het rondje afgemaakt, alleen onze aanhanger die staat daar nog in de weg. Dus we moeten er even omheen maaien. Het zou er heel raar uitzien als ik dit in de timelapse liet. Dus we gaan het gewoon even in normale snelheid doen. Ik neem gewoon alles hier in de hoek mee, zodat we dat allemaal hebben gehad. En dan kunnen we straks ook gewoon normaal met de aanhanger hierheen rijden. Als we de aanhanger van de maaidorser nu nog even verplaatsen, dan kunnen we dat stukje ook gelijk meenemen. Dus hoppatee, aankoppelen die handel. Als het lukt. Oh, nu doe ik de verkeerde, jongens. Wacht even, ik heb mijn maaikop losgemaakt. Ja, nu gaat het goed. En dan zetten we hem weer aan en dan rijden we gewoon even dit rondje. Jullie zullen wel denken, wat ben je allemaal aan het doen hier, joh. Maar dit gaat goed, dit gaat goed. Kijk, dit is een bepaalde tactiek, hè. Want ik maak nu dit rondje af. En dan ga ik dit stukje maaien waar dus de aanhanger van de maaikop dus weer teruggeplaatst kan worden. Kijk, tada! Zie je? En perfect! Nu kan die losgekoppeld worden en dan halen wij dit hoekje nog even helemaal weg. En ik denk dat we dan ook maar beter gewoon de oogstmachine kunnen legen alvast. Want we hebben nu 3756 liter erin zitten. Dat is 76% van de volledige opslag in deze maaidorser. Dus ja, een heel rondje gaan we toch niet meer eruit krijgen. Dus ik denk dat we het gewoon beter kunnen lossen. En dan gaan we daarna gewoon weer verder met het oogsten. En als je de extra informatie leuk vindt, vergeet dan niet een like te geven. En te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwe video's met nog veel meer extra informatie wat er gaat komen in de toekomst. Zo, en daar gaan alle koolzaadjes in de aanhanger. Nice, nice, nice. Het zijn dus echt zwarte zaden, hè? Maar volgens mij is de koolzaadolie zelf niet heel donker, of wel? Ik weet het even niet. Ik ga er even een plaatje bij zoeken. En found it. Nou, het is dus best wel een lichte olie gewoon. Het lijkt gewoon eigenlijk hetzelfde als zonnebloemolie. Maar zonnebloemzaadjes zijn natuurlijk ook redelijk donker. Tenminste, de schil. Dus misschien wat er... De zaadjes die erin zitten zijn misschien niet zo donker. Maar in ieder geval. En dan kunnen we weer verder gaan met het oogsten van de koolzaad. En ook natuurlijk verder met het vertellen van extra informatie. Dus have fun! Koolzaad kan op 2 manieren geoogst worden. De meeste Nederlandse telers dorsen het zaad direct van de stam met een maaidorser. Dit is wat wij nu ook aan het doen zijn. Zwatmaaien is een minder gangbare oogstmethode waarbij het gewas eerst gemaaid wordt en daarna pas wordt opgeraapt voor het dorsen. Wil je weten wat dorsen is? In de vorige video leg ik uit wat dit precies inhoudt. Ik zal ook de link in de beschrijving zetten. In ieder geval, als het koolzaad direct geoogst wordt met een maaidorser, dan stopt het rijpingsproces direct. En als het koolzaad eerst wordt gemaaid en in zwaarden op het veld ligt, kan het gewas nog iets langer doorrijpen en een hoger oliegehalte bereiken. Het koolzaad wordt dan een paar dagen later alsnog opgepakt met een maaidorser. Oh, jongens en meiden, Houston, we have a problem. Het begint al met regenen. Oh, dit is balen. Kijk, de druppels worden al steeds erger.
Ik wil eigenlijk het rondje nog afmaken, maar gaat dat lukken? Ik denk dat we beter kunnen stoppen, want dit wordt niks. En dat we dan maar de rest van het koolzaad inladen in de aanhanger. Of ja, ga ik het toch proberen? Ga ik toch proberen nog een stukje te oogsten? Het is maar een klein stukje, het is maar één strookje nog. Ja, ik ga toch een poging wagen. Oh, we krijgen wel de melding oogsten terwijl het regent, verlaag de opbrengst. Ja, we zijn er bijna. We gaan gewoon door, we maken dit stukje gewoon af. En dan gaan we gewoon, ja, de oogstmachine gaan we dan leeg in de aanhanger. Want dan kunnen we alvast koolzaadolie gaan maken. Ik denk dat dat wel het beste idee is. Ik ben trouwens wel benieuwd hoeveel koolzaad wij nu al hebben van die twee rondjes die we nu hebben gereden. Oh, ik hoop echt niet dat het in de nacht gaat regenen. We hebben helemaal niet gekeken. Oh, wat erg, wat erg. Nou ja, we gaan er straks achter komen. We hebben in ieder geval het einde bereikt. Hoppatee. Nice, nice, nice. Nou, van het hele rondje hebben we dus 2236 liter. En dan gaan we het lossen. Alleen, ik denk dat het beste is als we dit stukje ook gewoon meenemen. Ja, we moeten er toch langs. Dus dan kunnen we het net zo goed even meenemen. En hoppatee, dan hebben we nu 2263 liter. En dan gaan we dat gewoon lossen. En daar gaat het. Ik denk dat we ook het koolzaad zo snel mogelijk weg moeten zetten. Want het wordt natuurlijk nat. En nat kan je het niet bewaren. Want dan gaat het heel snel rotten. Dus we moeten echt snel gaan doen. En hij is bijna klaar. Nog een paar litertjes en hop, hij is leeg. En de pijp klappen weer in. Snel aan de kant. En hop, dan gaan we in de trekker. We hebben nu in totaal in de trekker, dus van twee rondjes rijden en een hoekje, hebben we al 6072 liter. En kijk hoeveel er nog op het land staat. Oh my goodness, dit wordt wel een oogst hoor. Ik ben benieuwd of dit überhaupt allemaal in de molen past. Ja, we hebben gelukkig wel een opslag bij de boerderij, dus daar kunnen we ook eventueel nog dingen opslaan. En dan maken we even een gek rondje, want dit is makkelijker. Zodat we hier gewoon goed doorheen kunnen rijden. Oh, oh mijn god, niet goed dus. Ben ik nou gewoon schil of lijkt het nou maar zo? Oh my god. Nou, we zijn bij de molen en dan gaan we gewoon voorzichtig hier naar achter rijden. Dan ga ik even mijn skills laten zien. Ja, jullie weten van mij, ik ben niet de allerbeste met achteruit inparkeren. Maar we zijn nog steeds eigenwijs met de molen uitzetten. Dit moet gewoon lukken. Als ik hem nog één keertje steek, dan gaat het wel. Ja, nee, dit is perfect. Dit is perfect. Dan moeten we alleen nog even de klep openen. Want anders kunnen we natuurlijk niet lossen. En oh, ik moet uitkijken dat ik niet die molen tegen mijn hoofd aan krijg. Ik vraag me trouwens af of dat überhaupt wel kan. Maar ik ga het niet proberen hoor. Nee, 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 dat ga ik niet doen. Nou, en daar gaat de 6000 liter gaat erin. Gaat wat langzamer, want het gaat via het kleine graangaatje. Maar hij is leeg. Dan hoeven we hem alleen nog te activeren in de molen om koolzaadolie te maken. Oh jongens en meiden, onze koeienstal die is echt onderweg. Die is echt onderweg. Even de klep dicht. En het lijkt net alsof ik zeg even je klep dicht, maar de klep dicht. Ik zei volgens mij wel de hoor, maar oké. En dan gaan we het hier even activeren, koolzaadolie. Nou, van 2 liter koolzaad komt dus 1 liter koolzaadolie uit. Super nice, dus dat betekent dat we 3000 liter koolzaadolie kunnen maken nu. En de productiekosten per maand zijn €60. En de productie zelf maakt 3600 liter per maand. Super nice. Nou, ik hoop echt dat het droog wordt nog, jongens. Nou ja, er is nog wel blauwe lucht. Dus dat is positief. In ieder geval, we gaan kijken in de volgende aflevering tot hoe lang het gaat regenen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, subscriben. Ciao!